Hij leest alleen non-fictie, Zij leest romans en kookboeken, want dat zijn tegenwoordig vaak ook leesboeken. Veel in de boekenwereld is veranderd, maar het lezen van boeken is niet meer zo'n populair tijdsverdrijf. Daar willen Hans en Laura van Duinhoven iets aan doen. Hij is bibliothecaris, zij is onderwijzeres. Hoe doen ze dat? Dinsdag in het Brabants Dagblad een nieuwe aflevering van Ik ben samen. Met Hans en Laura van Duinhover.